Today, Jolyn is going on an epic trip in the province called West Flanders, the province in Belgium with a roughly 70-kilometer long coast. The goal is to start from the most northern town of that coast called Knokheist and end at the most southern town called De Pan. To achieve this, he's going to use an electric bike with the minimal boost setting. On this trip, he will stop at various interesting locations and take pictures. After this day, he will be tired, happy, and thrilled that he did this. He will burn himself by the shine of the sun. He will use the ferries. But first, he will take the train with his bike in Ghent-St. Peter. Are you ready to follow him on this epic trip? Smash that motherfucking like button. And consider subscribing on his YouTube channel. Sunsets. Shut the fuck up! We gaan naar de beach en van daaruit zien we het wel. Hallo, beach. Oké, we gaan naar het meest noordelijke punt fietsen. Ja, we gaan auto en een blauwe beer. Wat een vriendelijke mensen. Welke man. Alright. Ja, noordelijker dan dit ga ik niet kunnen gaan, denk ik. Osip Zatkine, USSR. Geen idee wat voor kunstwerk dat moet voorstellen, maar het is heel weird. Wacht een keer. Wat de hel. Gezichten, dat moet hoofdpijn hebben. Automaat. Dit fietspad rijdt wel vlotjes hoor. Jesus Christ. We naderen Blankenbergen. Hallo Aces. We gaan een keer kijken. We gaan dus de pier op. Dat is moderne kunst, ja. De slipper is uit de slipperautomaat. Vondjes. Radio 2 is hier, for some reason. Een kind met stront op zijn kop. Blankenberg is op goede shit, man. Wat voor zeemonster is dit, man? Wat de hel is hier een toilet, zelf? Dat is ook kunst.
Alright, we zijn aangekomen bij Center Parks. Lekker eten hier. Een duif, een eet. A mew. On the move again. Mooi uitzicht. Van de Chinese draak. Er ligt hier gewoon een random fietsje. Nu gaan we richting Oostende. I wonder what that number could mean. Jesus Christ, in Blankenbergen was het Radio 2. Hier is het Q Music. Er is hier gewoon een reuzenrad. Gesponsord door Samsung. Oh, deze weg rijdt echt fijn, man. Gekke vlakkens. Oh yeah, zie hem driften. Het blijkt gewoon een hotel. Er is hier een Olympisch festival of zo. Copyright muziek. Ik heb even mijn fiets geparkeerd. Heb je gewoon een busje in met allemaal tekentjes? We zijn nu weer boven. Zijn dat kwallen? Ja, dat zijn kwallen. Wat de hel? Hier zit nostalgie dus. Dit is een man die eindsprint uit kokzijde. We gaan naar de pannen. Thank you very much for watching to this epic video. Jolin hoped he inspired people to do the same.